Het boek dat u hier ziet is ontvangen en doorgegeven vanuit onze familie. En dat heb ik mogen ontvangen tijdens ons 100-jarig bestaan in 2014. Op het moment dat wij als bedrijf ook hofleverancier geworden zijn. Benoemd bij de koning, uiteraard. Waarom is het je dierbaar? A, omdat het door mijn opa is doorgegeven in de familie. Mijn opa was ook de oprichter van onze bedrijf. En mijn oom Teus heeft het laten restaureren bij de monniken. Daar is het 4-5 jaar geweest om te herstellen, omdat het een beetje in een hoek gelegen heeft. En het heeft voor ons, A, als familie heel veel waarde. En B, als bedrijf. Omdat wij in de sector nu eenmaal ook houtverwerkers en bewerkers zijn. En het boek wat hier aanwezig is, laat zien wat men in die tijd eigenlijk al kon. En wij verbeelden ons dat we vandaag de dag natuurlijk van alles kunnen op een moderne wijze. Dat moet ook. Maar de waarde die het heeft in historische zin voor ons, voor mij als familie, is daardoor enorm groot. En daarom noemde ik het ook kunst.